De politie heeft zondagmiddag twee lichamen aangetroffen in Kotte, enkele kilometers van Doorn. Dat meldt de politie. Waarschijnlijk gaat het om de twee vermiste broertjes Ruben en Julian. De Utrechtse politie doet onderzoek naar de vondst bij het Amsterdam-Rijnkanaal. De lichamen zijn gevonden in de omgeving van de Hoekse Dijk en de Kanaaldijk Noord, dicht bij Wijk bij Duurstede. De broertjes uit Zeist zijn bijna twee weken vermist. Hun vader werd 7 mei doodgevonden in een natuurgebied bij Doorn, hemelsbreed een kilometer of 10 van de plek waar de lichamen zondag zijn gevonden. Hij had zelfmoord gepleegd, mogelijk omdat zijn kinderen onder toezicht zouden komen van jeugdzorg. De politie zette zaterdagnacht een helikopter in boven het gebied tussen Reen en Doorn. Zondag werd naast de helikopter ook een F-16 ingezet. De afgelopen tijd werd in Limburg en Utrecht massaal gezocht naar de jongens van 7 en 9 jaar, zowel door de politie als door vrijwilligers. UD 19:08 de identificatie van de twee zondagmiddag gevonden lichamen kan nog uren gaan duren. Ook is nog niet te zeggen of het om kinderen of volwassenen gaat die zijn gevonden bij een duiker in Kotten. Dat heeft een woordvoerder van de politie gezegd. Forensische specialisten zijn gearriveerd bij de vindplaats. De duiker verbindt watergangen langs een weiland in de Utrechtse polder. Het is een landelijk gebied. UD 19:48 de politie heeft de moeder van de vermiste broertjes Ruben en Julian uit Zeist zondag aan het eind van de middag ingelicht dat er twee lichamen zijn gevonden in het water bij Kotten in Utrecht. Forensisch onderzoek moet zondagavond aantonen of het haar kinderen zijn. Dat heeft een woordvoerder van de politie zondagavond laten weten. Er is volgens hem nog geen enkele zekerheid dat de gevonden lichamen van de sinds twee weken vermiste broertjes zijn.